Aan de weg tussen Arnhem en Oosterbeek wil wethouder Margreet van Gastel een supermarkt. Het college van BMW in Arnhem wil hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Alles moet op kosten van de ontwikkelaar op de schop. Het is nu, een jaar later, nog maar de vraag of die supermarkt er komt. De buurt is tegen en ook binnen de Arnhemse gemeenteraad zijn kritische geluiden te horen. Er zou volgens een economisch rapport meer werkgelegenheid komen en de buurt Superspar zou meer rendabel worden. Ik zit niet te wachten op die nieuwe supermarkt. Maar de plaats waar ik nu zit is ook niet echt handig. Je zit wel midden in de wijk, maar de bereikbaarheid is niet zo geweldig. Vandaar dat ik wel best wel belangstelling had voor het nieuwe project. En de gemeente die ziet mij ook graag verplaatsen naar een andere locatie. Aanvankelijk zou dat het Arnhems buiten zijn, maar door de tijd waarin we leven is dat gewoon niet haalbaar. En vandaar dat de Utrechtse weg voor mij eigenlijk wel een mooie optie was. Maar nogmaals, die winkelmaat is veel te groot voor dit niveau. Ja. Uw winkel zou volgens onderzoek niet meer rendabel zijn. Waarom is dit niet waar? Ja, dat werd afgelopen woensdagavond door de meneer van de gemeente gezegd, dat economische zaken denkt dat een buurtwinkel op dit niveau geen bestaansrecht meer heeft. Nou, het verbaast mij dat economische zaken dat zeggen, want ze zijn nooit bij mij geweest om een gesprek met mij te voeren. En als ze dat gedaan hadden, dan had ik ze duidelijk kunnen maken dat ik hier op de Oranjestraat zeker wel levensvatbaar ben. Wethouder van Gassel probeert in de komende maanden de inwoners van de buurt, de ondernemers en de gemeenteraad aan haar zijde te krijgen. Zij zal ook in gesprek gaan met de heer Van Gorkum. Houdt u in dat gesprek ook rekening met de kritiek uit de buurt op uw plannen? Ja, daar zal ik zeker rekening mee houden. Want ja, dat is eigenlijk ook een van de redenen dat ik afgehaakt ben. Want die winkel krijgt zo'n grote aanzuigende werking. En dan krijg je ook problemen. Maar de winkelmaat waar ik het over heb, nou, die zal echt geen overlast veroorzaken in deze wijk. Natuurlijk, het wordt drukker, maar overlast is geen sprake van. En ja, dan heb je toch een mooie oplossing, ook voor die locatie. Want we zijn er met z'n allen over eens dat er wel wat moet gebeuren op de Utrechtse weg. Ja. Want wat waren de kritiekpunten van de buurt? De verkeersoverlast met name. En nou ja, wat dat allemaal met zich meebrengt, en geluidsoverlast. Ik kan naar mevrouw Van Gastel geen harde eisen stellen, maar ik kan haar natuurlijk wel haar fijn uitleggen hoe ik erin sta in het hele project. Onderneemt u zelf ook nog stappen om de buurtsuper hier te onderhouden? Oh, dat zeker. Ja hoor. En er is ook helemaal geen aanleiding om dat niet te doen. Want we hebben gewoon een goed renderende buurtwinkel. Maar je zou graag wat groter willen zijn. Dat wel. En ja, op deze plaats is dat niet mogelijk. Maar een andere locatie op Lombok, ja, dat is mij zeer welkom. Ik ben zeer tegen de komst van een ondergrondse supermarkt hier op de Utrechtseweg. Het is een overbodig toevoeging aan het aantal supermarkten wat hier om de wijk heen ligt. En we hebben een uitstekend functionerende buurtsupper hier pal achter mij. Ja, dat wat met die locatie moet gebeuren, dat snappen alle buurtbewoners en dat staat voor ons vast. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een kleinschalige inpassing van woon-werkunits. Gewoon kleinschaligheid die past bij de kleinschaligheid van de wijk. Wat mij betreft, maar ook de meeste buurtbewoners betreft, is er altijd een optie geweest dat de Spar uiteindelijk van 300 naar 600 vierkante meter zou gaan. En dan moet je maar kijken waar we dat het best kunnen realiseren. Maar die optie is er altijd geweest en die is er nog steeds. De gemeente Arnhem is het oneens met de conclusies uit het onderzoek van de Rekenkamer Arnhem. Die rekenkamer concludeert dat niet veel van de gemaakte afspraken is terechtgekomen. In haar advies stelt ze dat de gemeente de regie op volkshuisvesting moet aanscherpen. Wethouder Gerry Elfrink wil geen kwalificatie geven aan het onderzoek, maar vindt de bevindingen niet juist. Het is rustig bij de supporters van NEC en Vitesse. Zondag staan de twee Gelderse clubs weer tegenover elkaar in Nijmegen. Vanuit de club zijn ook geen waarschuwingen uitgegaan, wat de rust volgens een woordvoerder van NEC-supporters ook ten goede komt. NEC-Vitesse wordt zondag om 12:30 gespeeld. In 2012 hebben leerplichtambtenaren van de gemeente Overbetuwe 56 officiële waarschuwingen gegeven aan ouders en leerlingen vanwege schoolverzuim. Er zijn ook 10 leerlingen naar bureau Halt verwezen en er is 18 keer een proces-verbaal opgemaakt door het Openbaar Ministerie. Het meeste verzuim doet zich voor bij het VMBO Theoretische Leerweg. Coach Fred Rutte van Vitesse is boos op Merab Jordania.
Er komen geen nieuwe spelers. Vitesse had tot donderdagavond de tijd om nieuwe spelers aan te stellen, maar Rutte zag met Hofs en Santoria alleen twee spelers vertrekken. Fred Rutte is teleurgesteld en vindt dat de eigenaar de supporters voor de gek houdt. Dit jaar krijgt de stadsregio Arnhem-Nijmegen 86 miljoen euro van de staat voor verkeers- en vervoersprojecten. Het grootste deel van de bijdrage wordt besteed aan openbaar vervoer, het project Stadsregio Rail, slimprijzen en hoogwaardig openbaar vervoer. De komst van Museumpark Orientalis blijft onzeker. Er is 160.000 euro nodig om te kunnen blijven bestaan. Op voorwaarde dat de provincie Gelderland een bedrag stort van 80.000 euro, heeft de gemeente Groesbeek ook een bedrag van 80.000 euro toegezegd. Het park denkt na de steun uiteindelijk zelfstandig overeind te kunnen blijven. Het was met weekje wel, de vijfde week in januari. Wat begon als een rustige maandag werd plotseling een historische dag. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. En hoewel Nederland verrast was, was men niet geschokt, eerder emotioneel, en dacht men erg praktisch over allerlei zaken. De activiteiten zijn namelijk al besteld. De poppenkast is al afgesproken, de springkussens zijn afgesproken, de kindertuin is afgesproken, enfin, noem maar op, het podium komt er te staan. Dus we zijn erg benieuwd wat er is. Ik heb gisteren meteen mijn secretaris opgebeld om te vragen wat gaan we nou doen. Heb je al informatie gekregen van het overkoepelende Oranje Stichting? Nou, dat was nog niet het geval, van de gemeente ook niet. Maar ja, dat kon niet op zo'n korte termijn natuurlijk. Wat gaan we nou doen? Daar had Oranje Clown Flemings natuurlijk wel zijn ideeën over. De Oranje fan had een uniek cadeau voor koningin Beatrix. Speciaal cadeau voor jou, voor de koningin. Helemaal met de hand gemaakt. Een bloempotje met hele speciale bloemen. Dit zijn dan geraniums, helemaal met de hand gemaakt. Maar ze hebben daar bij het huis een poppenhuis. En deze gooi je niet weg. Dus ik denk dat het helemaal ook met de prinsesjes, mooie planten voor een poppenhuis. Weer eens wat anders. Gewone bloemen krijgen ze genoeg. Na alle commotie bleek dat Burger Soe op een haar na een Park Zoológico zou worden. Er was namelijk een grote Spaanse onderneming die wel interesse had in de dierentuin. Er was afgelopen week ook aandacht voor de vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale hield open huis, ook om werkelozen aan het werk te houden. Vrijwilligerswerk juist voor mensen die werkzoekend zijn, vaak een heel goed middel kan zijn om onder de mensen te blijven, een rol van betekenis te blijven spelen, nieuwe ervaring op te doen. Die mensen hebben overdag de gelegenheid en we dachten ook van nou door een open week kunnen we zorgen dat mensen makkelijk hier binnenlopen, gewoon eens kijken wat er kan. Maar misschien ook hun twijfels, kan dit wel, mag het van het UWV, met ons te bespreken. En dan is het natuurlijk een website, daar vind je wel veel, maar krijg je niet meteen een antwoord. En wel als je hier binnenloopt. Er werd ook nog gevoetbald deze week. Vitesse mocht niet in haar eigen stadion een potje spelen tegen Ajax. En moest uitwijken naar het stadion van FC Emmen. Er mochten slechts 850 supporters mee. En die waren ook nog eens verplicht om met een buscombi te reizen. De supporters waren daar niet echt blij mee. Het is natuurlijk heel erg raar als je een thuiswedstrijd speelt. Dat je verplicht wordt op basis van een vaag argument als openbare orde en veiligheid om met de bus te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat als wij een gewoon vrij vervoerregime hadden gekregen, dat er veel meer supporters mee waren gegaan naar Emmen. Of het toeval was of niet, deze week kwam er een nieuwe aangifte tegen de vader van Maxima en de toekomstige koningin bezocht de reclassering in Arnhem. Dat was de week in het kort. Geniet van het weekend en tot volgende week. Ja, klein beetje. Welkom.